kan doen. Ja. Buitenkant moet de vantjes een beetje dikker maken. Zodat je eigenlijk knas die korstjes krijgt. Aan ja. De dat is ook lekker. Ja. Dus wat dat betreft heel makkelijk. Dan doen we een beetje de saus erop. Mooi rondmaken, een mooi randje houden. Dat doet iedereen ook wel makkelijk met deeg houden. Aha. Nou, dat wordt zo meteen vers voor ons. Ja, tuurlijk ga ik het opnemen, maar ik mag jou niet filmen niet. Haha. Maar ik mag wel filmen wat je allemaal aan het doen bent. Die bodem is voor Rauw of voor mij. Weet ik veel. Geen idee. Ik zie allemaal lekkers. Ja, ik zie hier dus vers deeg van elke dag vers aan maken. En, ja. Dus de specialiteit van Napolitaans deegje. Dus zoals het echt in Italië, dat echt Italiaanse pizza deeg. Ja. Het werkt gewoon het beste als je dat met de handen lekker een beetje uitdunt. Zodat je het lekker dun maakt. Ja. Die knapper op de bodem krijgt. Ah. Uit Italië. Ah. Verse saus. Ja. Verse tomaten. Dit is de saus. Kijk eens, zie je dat goed hier? Dit is een saus. Dit is mozzarella, champignons, uien, paprika. In de binnenkant dun. Ja. Buitenkant moet je de randjes een beetje dikker maken. Zodat je eigenlijk knas die korstjes krijgt. Ja. De buitenkant. Dat is ook lekker. Ja. Dus wat dat betreft heel makkelijk. Kijk, dan doen we een beetje die saus erop. Mooi rondmaken, een mooi randje houden. Dat voor iedereen is ook makkelijk met beet houden. Aha. Dan kun je hem daar aan beet houden. Een klein beetje kaas erop. Dat doen we bij elke pizza, doen we eigenlijk wel kaas erop. Ja. En waarom doen jullie dat? Ja, dat maakt hem lekker smeuïg. Tenzij de klant zegt, ik wil geen kaas erop. Als je bijvoorbeeld een allergie hebt voor de melk. Ah. Maar dat hoor je niet vaak. Zo. Dan hebben wij ook speciale kaas voor die mensen. Dat is mooi. Dus, speciale kaas. Zo. Een beetje zo. Dat is eigenlijk de basis al. Dit is gewoon een margarita. En hij wou graag een pizza margarita en met extra veel kaas. Extra kaas toch? Kan ook. Zonder die groene, waar die blanke plaatjes. Samen. Doe je dat? En die allemaal nog meer. Lekkere eitjes, olijfjes. Het is vettig, het smaakt van nijn. Wat wil ik erop hebben? Geen idee. Ja, ham. Sowieso. Ananas, ook lekker. Maar wat dit is, weet ik niet. Die bijna leeg is. Volgens mij is dat kip. Maar oké. Ik zou zeggen, maak een feestje voor, maar geen salade. Dan gaan we even de pizza uitpakken. Yep. Verder, ja? Ben, staat hij aan? Ja, hij staat alweer aan. Oh shit. Dit moet je nog uitknippen hoor. Nee. Ja. Ik knip heel weinig. In ieder geval, ja. Kijk, dus dit is die margarita. Ja, aan die kant was de margarita. Ja, extra dat kaas. Is voor hem. En wat extra kaas toe. Yep. En wat voor je hem. Ook wil is. Wat jij wil, is eigenlijk gewoon een combinatie van verschillende dingetjes erop. Ja, alleen geen olijven en die andere, de drie uiterste bakken niet, want ik weet niet wat dat precies is. Maar als je alles erop doet, wordt het wel... En salami ook niet. Maar kijk, als je alles erop doet, wordt het dan, ja, dan moet je wel lekker vinden. Oké. Dan doe ik, dan doe ik ham.
Nee, dan en dan doe ik. Ham, ja. Ananas. Dus 50 cent. Hier van. Maak er gewoon ham erop. Yep. Ja, vlees is een eurotje extra. En groentes en fruit zoals ananas is een 50 cent. Oh, kijk. Ja. Doen we dat ook dan erop. Dus dan denk ik aan iedereen. Altijd lekker hun eigen pizza maken. Mm-hmm. En wat wil je nog meer erop? En hiervan, champignon. Champignonnetje is ook groente, dus ook een 50 cent. Ja? Ja hoor. Paprika. En wat wilt je nog meer erop? Paprika. Paprikaatjes. Yep. Vlees erop. Ja, en tonijn. Want ik heb geen vlees erop. Dat vind ik nog niet. Ik wil graag rode ui erop. En tonijn. En dan ben ik er wel. Ja. Toch, en toch een beetje vlees ook, hè? Kijk, zo van. Ja. Maar nou is de zwarm van de pizza wel een beetje... Ja. Hè? Huh? De zwarm van de pizza door de tonijn zie je niet zo, maar... Jawel. Ja hoor. Die is toch zo? Ja hoor. Ga geen spijtjes krijgen. Weet nou wel. Dat is mooi.